Verrassende Vega-burgers. Verrassend zijn de burgers zeker, want ze worden gemaakt met quinoa. En dat is een fantastisch recept. Ook voor mensen die ook van een gewone vleeshamburger houden. En ik gebruik geen broodje, maar deze mooie portobello's. Zorg ervoor dat de quinoa, wil je die burgers laten lukken, niet te nat is. Dus echt goed uit laten lekken. Mocht dat niet lukken en je denkt, er zit toch te veel vocht in, gewoon even op keukenpapier een beetje afdeppen. Wel plat genoeg maken. Sowieso komt de warmte er dan beter in. Kijk, en bij elkaar is dit een verrassend smakelijk gerecht. Daarom zijn het verrassende Vega-burgers. Probeer ze een keer.